En leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik jullie een video waarin ik jullie mijn oude Instagram foto's ga laten zien. En waarin ik zelf ook een beetje weer terug ga in de tijd. Dus dat ik gewoon zelf ook ga kijken wat ik allemaal vroeger had gepost. Dus ik ga mezelf eigenlijk een beetje af en toe roasten, denk ik. Een soort van. Want ik ga waarschijnlijk denk ik echt bij sommige foto's denken van waarom zou je dit op dit plaatsen. Dus ben je benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker verder kijken. Oké, ik heb dus twee Instagram accounts. Eentje heb ik opnieuw soort van gevonden. Want ik had altijd een speciaal Instagram account voor mijn YouTube kanaal. Wat mij leuk leek is om eerst mijn echte Instagram account te bekijken. En daarna komt echt het leuke. Volg je mij trouwens nog niet op Instagram? Doe dat dan zeker, omdat ik daar altijd jullie op de hoogte hou wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst of iets anders. Ontzettend benieuwd, want ik kijk nooit heel erg vaak bij mijn gearchiveerde berichten, zeg maar. Oké, ik ga naar beneden scrollen. Dit was wel een beetje een van de eerste foto's die ik volgens mij wel op dit Instagram account heb geplaatst. Zoals je kan zien ben ik het. Ik weet niet, vinden jullie nog dat ik erop lijk? Ja, dag. Fun fact, dit was de beste trui die ik ooit had. Ik vond hem gewoon super leuk voor die make-up ofzo. Ja, ik was toen 12. En toen kreeg ik dus, zeg maar, rond deze periode kreeg ik net te horen dat ik botkanker had. Zeg maar. Dus deze foto is ook in het ziekenhuis opgenomen. Dan heb je allemaal foto's met mij toen ik ziek was. Een prachtige foto met mijn vader met de bekende hondenfilter. Een leuke foto met Stefan, mijn broer. Hij ziet hier echt ook gewoon nog zo jong uit. Echt alsof hij net uit bed is gestapt of zo. Brother and sister. Hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters. Oh, dit is zo schattig. Dit is mijn konijntje. Dit is Moppy. Ze was hier echt nog zo'n babytje. Ze lijkt nu nog steeds wel echt op een soort van babytje. Hier was ook een van mijn favoriete foto's met Pieternel. Logeren was echt super gezellig met jou. Allemaal smileys. Lekker film gekeken. Gelachen vooral. En musicalies en nog veel meer. Musicalies. Ah! Every girl needs coffee. Dit is niet eens koffie. Dit is een frappuccino. Er zit echt maar zo'n beetje koffie in misschien. Maar dat proef je niet eens. En ik dronk niet eens koffie. Maar oké. Nu komen we naar de tijd dat ik een beetje was aangekomen. Als je je been breekt, dan kan je niet zoveel. Dus ja, dan kan je ook natuurlijk niet bewegen, je kan niet lopen, je kan niet sporten, je kan eigenlijk helemaal niks. Dus ik zat eigenlijk de hele dag. Dus ja, dan is het ook niet zo heel gek als je dan aankomt. Dus dit was de periode waarin ik, als ik er zo op terugkijk, ik voel gewoon niet helemaal mezelf in deze periode volgens mij. Kijk, ik weet niet, maar ik denk dat jullie dit wel kunnen zien als ik zo inzoom. Kun je wel echt zien dat ik echt gewoon zo'n hoofd heb. En dan nu jongens, dan gaan we echt naar het oude. Oké, dit heb ik al echt heel lang niet meer gezien. Dus ik ben echt super benieuwd wat ik zeg maar allemaal heb geplaatst. Nou. Hoi, ik ben Laura van het kanaal Lauratje. Ik maak YouTube filmpjes over beauty, lifestyle en nog veel meer. Eigenlijk van alles en nog wat. Wil je meer van mij zien? Klik dan op het abonneerknopje. PS, dit wordt mijn Instagram account voor dit kanaal. Wel een schattige foto. Deze foto vond ik dan ook weer echt heel erg leuk. Weet ik nog wel. Maar dit was al zeg maar echt wel de tijd dat ik echt al een tijdje ziek was, zeg maar. Dus ik weet niet waarom ik deze foto dan heb geplaatst als eerste foto. Want dit was echt dan weer al 4 maanden daarvoor, zeg maar. Dus I don't get it. Ah. De bekende hondenfilter. Maar dit was wel echt de tijd dat ik me echt gewoon ziek voelde en zo. Ik had zoveel geüpload omdat ik dus morgen een operatie heb. Goeie zin om mee te beginnen. We gaan direct in het verhaal. Ik weet niet meer of ik dat in de video van vandaag had gezegd. Ik heb 4 nieuwe video's deze week geüpload. Girl! Dit was de tijd dat ik nog echt heel erg actief was en echt video-ideetjes wist. Ik
hoop dat ik ooit weer op een dag zoveel ga uploaden als dat ik in die week had gedaan. Ik bedoel, 4 keer uploaden in een week. Klopt er dan nou vaak? Ah, hier heb ik de 100 abonnees bereikt. Ah, ik ben... Oh nee, wacht. Ah, ik heb bijna de 100 abonnees. Oh, ik heb het nog niet bereikt. Ik ben echt heel blij. Als ik de 100 heb bereikt, binnen een week, dan komt er, als ik thuis ben, zo snel mogelijk een 100 abonnees video. Schattig. Hey, ik heb hier de 100 abonnees behaald. Joe. Dit was de tijd dat ik dus mijn zonnestaantje kreeg. Was ik echt, zeg maar, heel veel afgevallen door de chemo's. Ik weet niet of jullie dat dan ook zien. Als ik dan oude video's van mezelf terugkijk of zo, dan zie ik het wel echt heel erg. Dat ik... En ik had ook wel een beetje ondergewicht in die tijd. Dus... Maar ik at echt dus heel erg veel. Omdat ik dus eindelijk ooit in mijn leven even heel veel kon eten. Nou, dan heb ik weer allemaal van die vage screenshots. Want toen wist ik nog niet hoe je gewoon echt de thumbnail van de video zelf online kon zetten, denk ik. Oh, dit was de tijd dat ik dus zeg maar weer even inspiratieloos was. Het was tegenwoordig. Deze caption. Ik ga straks weer een Q&A opnemen, dus laat je fantasie maar los. Want morgen komt er weer een video op. Want ik wil gewoon dat jullie wat video's hebben om te kijken. Ik plaatste ook gewoon echt alles. Nu naar school. Eerste schooldag wordt leuk. Hashtag first day of school. Hashtag summer vacation is over. Morgen of vandaag weer een video online. Hashtag klas 2. Ah. Dit was een foto dat ik gewoon zelf timer ging gebruiken, zeg maar. En dat ik dan gewoon prachtig naar buiten keek. Alsof dat gewoon het ding was wat ik aan het doen was. Maar dat was ik natuurlijk niet aan het doen. Jongens, dit is dus echt een foto uit de oude doos. Throwback naar de herfstvakantie 2014. Oké, dit is dus een foto waarvan ik echt denk van... Nou, dan wat heb je met je wenkbrauwen gedaan? Ik had dus echt zo'n fase. Nadat ik zeg maar klaar was met mijn cura, deed ik zeg maar mijn wenkbrauwen weer. Dit is dus niet wat je moet doen. Het ziet er gewoon zo raar uit of zo. Hoe langer je er naar kijkt, hoe raarder het uitziet. Ik denk dat dit het wel een beetje was. Ik vond het in ieder geval erg leuk om te doen. Om gewoon eens weer de oude Instagram te bekijken. En mijn gearchiveerde Instagram posts. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor 70 likes. Dus doe allemaal de blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door op de rode abonneerknop te drukken. Hier beneden. Ik wil jullie heel erg bedanken. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doei!